De familie Blom viert de geboortedag van hun overleden dochter Mirjam. Hé hey jongens, jullie doen echt een beetje wild. Zo gaat er ook wat kapot. Kom. Gerdien en Maarten willen dat de kinderen de herinnering aan hun zus blijven koesteren. Ze beginnen de dag met cadeautjes. Ja, als jullie nou lekker op de bank gaan zitten, kunnen we zo cadeautjes gaan doen. We kunnen Mirjam geen cadeautjes meer geven, maar we vinden het wel gewoon mooi om er echt een verjaardag van te maken. Oké, doe het grote cadeau dan maar. Niet openmaken nog, jongens. Nee, weet je wat dat zijn, jongens? Dat zijn de ballonnen die we in Albanië wel eens in de lucht deden. Oh, ja. Die zo super hoog gaan met vuur. Ja. Dus dat gaan we zo meteen doen bij de begraafplaats van Blijde Zee misschien, ja? Vuur. Wat is dit? Dit is voor Gideon en Julian samen. Ga maar eens kijken. Vliegen? Een hele grote regenboogvlieger. Nee, ja, die gaan we zo. Regenboog. Gaan we zo op het strand met de regenboogvlieger, goed? Ja. Een medaillon. En wat is dat voor medaillon? Nou, het is dus een medaillon en aan de voorkant staat een gravering. En daarin zit aan de rechterkant weer, aan de linkerkant ik. En aan de voorkant staan jullie namen, hè? Ja, ja. Mirjam. Ja. Nou, Jaal heeft de medaillon om, hoor. Kijken. Oh ja, prachtig. Ze was als een beste vriendin van mij, want ze was natuurlijk mijn zusje, maar ook gewoon... Ik sliep met haar op een kamer en we konden allebei in Albanië geen Albanese, dus dan deden we alles samen. Lekkere pannenkoekjes, dat is voor straks, het strand. Lust jij pannenkoekjes? Ja. Straks gaat de familie lekker uitwaaien en picknicken op het strand. Maar eerst brengen ze een bezoek aan het graf van Mirjam. Pak jullie even de plantjes voor bij de begraafplaats, Gideon. Bloemetjes voor bij de begraafplaats. Esra, jij mag naast mama zitten, hier, achterin. Hier. Mama gaat daar in het midden, achterin. Ik wil ook naast mama. Zo, kom. Ja. Ja, auw. Ja, een gordel. De familie Blom is aangekomen bij het grafje van Mirjam, waar de kinderen al aardig de weg weten. Hey lieverd, we doen alleen Mirjam's grafje, dus niet bij de andere kinderen. En let op dat je niet met je voeten trapt op de andere plantjes, hè, van de andere kindergraafjes. In groep 8 kwam ik hier wel 2 of 3 keer per maand. Ik vond het vooral gewoon leuk om het goed bij te houden. Dus elke keer kwam ik even het pad afstoffen en ik gaf gewoon de bloemetjes water en ik ging het harken en zo en dan was ik ook klaar. Ook, want dit is een steen, die moet je afblijven. Dit is een steen voor een ander kindje. In het begin was het heel moeilijk om hier naartoe te gaan. Ik weet nog wel de eerste keer dat we naar het grafje gingen. Toen was het heel bizar om te realiseren dat zij dan onder de grond ligt. En als het dan gaat regenen, dan... Ja, je wil voor je dochter zorgen. Deze al dood? Weet je het nog, Julian? Dat Mirjam koud was? Ja, koud was ik 1. Mirjam koud, zei hij. Ik denk dat mama was huilde toen Mirjam dood was. Ja, hè? Mama heeft heel veel gehuild. En papa ook. Nu niet zo vaak meer. Soms. Nee. Ik kan ook planten. Wij vertellen ze heel duidelijk van ja, ze leeft nog. Maar niet in haar lichaampje, maar ze leeft in de hemel. Dus Mirjam leeft gewoon door. Esra, niet in het zand bij andere graven. Op het pad blijven graag. Het is niet zo'n heel sereen moment met alle kinderen. Met gieters en met harken en drukte en huilende kinderen en zo. Maar het is wel goed om gewoon wel met hun hier bewust naartoe te gaan om het levend te houden. Zal ik hem aansteken? Ja. In het weiland naast de begraafplaats heeft de familie een goede plek gevonden voor de wensballon. Nee, hij zou er niet stil. Wat wil jij wensen, Ezra? Dat Mirjam nog leeft. Ja, dat is mooi, hè? Ik wens dat Jezus een boer terugkomt. Oh, mooi. Ik wens dat ik die ballon was en dat ik helemaal naar de hemel kon. Ja, dat is ook mooi, ja. Ik wens dat Mirjam, dat de herinneringen mogen blijven. Oh, shit. Moet echt weer stil zijn.
Maarten, hij doet het heus wel. Maarten, als pak jij even. Als je Juda aan mij geeft, dan kan jij het doen, Maarten. Ja, hij gaat. Hij gaat, ja. Niet. Jawel, jawel. Nee, hij gaat niet. Wiep, wiep. Ietsje omhoog en dan gaat hij. Ja, ja, dan gaat hij. Ja, dit is hem wel hoor. Ja, komt goed. Ja, dan gaat hij. Heel goed. Dat Mirjam niet de ballon kan zien. Ik weet niet, misschien laat hij Jezus hem wel aan haar zien. Ja, dat zou kunnen. Zegt hij, Mirjam, kijk eens wat ze doen.